de vissen. De tropische vissen. De dode tropische vissen in het aquarium. En kleine, dunne vingers die tegen het glas tikken. De kanarie. De schreeuwende kanarie. De schreeuwende geelgroene kanarie om de hoek in de eetkamer. Waar nooit wordt gegeten, want de banken. De bruine leren banken met een bord op schoot op de bruine leren banken waar hete, dampende schotels nasi goreng balanceren. De ogen, de amandelvormige ogen, de donkere amandelvormige ogen die naar de tikkende vingers gebieden. De daarop volgende stilte. En het geschater, het luidkeels geschater, het luidkeels geschater van mannen en vrouwen met volle mond, wiens tongen op de hete pepers dansen. De kinderen wiens tongen op de hete pepers dansen, de oude man op wiens tong het zwaartepunt rust. Tussen de ficus en de peperplant, de oude man tussen de ficus en de peperplant, de oude man vloekend tussen de ficus en de peperplant. Te ver weg van water, te dicht bij de verwarming, de hitte van het jagen, de hitte van het jagen op de plantages en de vogels die uit de lucht kwamen vallen. Het steeds harder getik tegen het aquarium door kleine dunne vingers die de trekker overhalen. En de tropische vissen happend naar adem en de kogels die als vogels in de lucht vlogen. De schreeuwende kanarie, de schreeuwende geelgroene kanarie onder luidkeels geschater. Om de hoek in de eetkamer, zodat niemand hem kan horen. En de donkere ogen, de donkere amandelvormige ogen, die vloekend de verte instaren. De daarop volgende stilte. En het zwaartepunt dat als een glimlach op het gezicht rust. En het zwaartepunt dat als een hete peper wordt doorgeslikt. En het zwaartepunt dat als een kind wordt stilgesust. En het zwaartepunt. En het zwaartepunt. En terwijl ik deze herinnering een papieren werkelijkheid geef, begint het achterste van mijn tong te spartelen. Te kronkelen in mijn mond. Ik hou het achterste van mijn tong met geweld tussen mijn tanden vast, maar zij ontglipt mij. Drukt zich tegen de binnenkant van mijn wang op zoek naar een uitgang. Schuurt langs mijn gehemelte op zoek naar een lichaam om het zwijgen op te leggen. Het achterste van mijn tong spant al haar spieren aan, pers zich naar buiten en laat geen woord achter. Slechts een wartaal aan klanken. Ze spartelt over de grond, lijkt op te zwellen en steeds groter te worden. Ze imiteert geluiden die niet van hier komen. Brandt zich aan woorden die ze tevergeefs probeert uit te spreken. Het achterste van mijn tong slaakt nog eenmaal een kreet in de hoop dat iemand haar zal horen. Maar binnen deze vier muren kunnen geluidsgolven zich niet voortplanten. Dit is hoe een lichaam wendt aan stilte. Dit is hoe ze kronkelt rond de waarheid tot er van haar tong niets overblijft. Dit is hoe het systeem leert te vergeten. Maar een verdrongen herinnering bestaat niet. Nee, dit heet overleven. En terwijl het achterste van mijn tong armen groeit, ze van haar spieren benen maakt, haar lichaam kromt tot een ruggengraat, neemt ze de gedaante van een vrouw aan. We kijken naar elkaar zonder iets te zeggen. Want in het zwijgen zit geheimtaal. Een code van overleving. Dank u wel. Jasper Albinus was dat. Dank je wel voor je prachtig mooie woorden om dit schrijversfeest voor ons te openen. Je treedt vaak op als dichter, spoken word artiest en brengt ons steeds van dit soort mooie gedachten bij. Dank je wel. Welkom allemaal hier. Ik ben Noorli Beijer en ik ben heel blij dat ik jullie mag leiden door het programma van dit schrijversfeest. Waarbij vier schrijvers geëerd worden met de Jan Kampertprijs van de gemeente Den Haag en jong talent een aanmoediging krijgt.
Het is een jaarlijks terugkerend festijn. Ik neem aan dat velen van u er vorig jaar ook weer bij waren en de jaren daarvoor misschien ook. Het wordt vanavond minstens zo mooi, hoop ik. Want ze zijn niet de minste natuurlijk. De laureaten, hun laudatiogevers, het aankomend talent en de muzikanten. Evenzo de voorzitter van de Jan Kampert Stichting en directeur van het Literair Museum hier in Den Haag, Aad Meindert, en aan hem nu het woord. Waar ben je, Aad? Daar ben je. Dames en heren, de vierjaarlijkse dans om de gemeentelijke subsidiegelden is begonnen. Ook de Jan Kampert Stichting heeft haar plannen voor de jaren 2021-2024 ingediend. En het zal u niet verbazen dat het hart van onze werkzaamheden ook in deze jaren gevormd zal blijven worden door de toekenning en uitreiking van de Haagse literatuurprijzen. Daartoe zijn wij op aarde. Den Haag leest, Den Haag prijst, dat lijkt vanzelfsprekend. Maar veel prijzen komen en gaan. Den Haag houdt al bijna 75 jaar het roer recht en koestert haar prijzen op naar de 100. Natuurlijk heeft het bestuur van de Jan Kampert Stichting naast de prijzen nog meer plannen. Zo zouden we graag online lesmateriaal over de bekroonde boeken aanbieden aan het onderwijs. En daar is grote behoefte aan. Dit jaar wordt in Nederland 75 jaar bevrijding gevierd. Wat ons ingaf voor het symposium voor dit najaar de bevrijding als thema te kiezen. Dat is logisch ook de ontstaansgeschiedenis van de Jan Kampert Stichting in aanmerking genomen. Een literair licht op de bevrijding is interessant, omdat met name in romans decennia eerder dan in historische studies een realistisch en genuanceerd beeld van oorlog en verzet werd geschetst. Terug naar waarom wij vandaag hier bijeen zijn, de Haagse literatuurprijzen. Veel literaire prijzen hebben in een verlangen naar verschillende mediamomenten een systeem van longlists en nominaties opgetuigd die voor schrijvers vaak tot zenuwslopende trajecten leiden. Zeker als er ook nog lezersstemmen geworven moeten worden. Bij de Jan Kampert Stichting hoeven auteurs niet eerst door een hoepel te springen voor ze worden bekroond. Op een goede dag worden zij opgebeld met de mededeling dat hun werk in de prijzen is gevallen. Of niet natuurlijk, maar dan bellen we voor het gemak maar niet. Onze Huygenslaureaat van vandaag, Stefan Hertmans, reageerde toen het nieuws van zijn bekroning bekend werd in de pers als volgt. Je zit niet voor één boek in een lawaaierige commerciële media rat race, maar je wordt door een rustig, sereen team bekroond voor wat je decennia hebt gedaan. Als de prijzen eenmaal bekend zijn en uitgereikt kunnen worden, maken we er natuurlijk wel een groot en luidruchtig en vrolijk feest van, zoals u vanmiddag zult ervaren. Met het rustig, sereen team doelde Hertmans uiteraard op de jury voor de Jan Kampert prijzen, die dit jaar bestond uit Erika van Boven, Jeroen Dera, Arjen Fortuyn, Sanne Paardevliet, Jan de Roder, Jeannette Smit, Karel de Strijker en Sarah van Kerschaver, met mij als voorzitter. Je hoort als voorzitter altijd te zeggen dat het een heel moeilijk besluit is geweest, dat de kandidaten elkaar niet veel ontliepen. Maar zo'n toon wil ik niet aanslaan, want we waren er heel snel uit en vonden in Stefan Hertmans, Paul de Metz, Marente de Moor en Gideon Samson onze gedroomde kandidaten. Ik wens u met het programma waarmee we vanmiddag een eerbetoon brengen aan de vier laureaten heel veel plezier. Ten slotte, het is mij een eer bij u aan te kondigen, Meerle Wittekoek. Zij won vorig jaar de Jonge Kampertprijs. Ontvangt u haar met al het applaus dat u in principe in uw handen heeft. Dames en heren, Meerle Wittekoek. Is in een land waar tolerantie centraal staat, vrijheid van meningsuiting, excuus voor haat. Wat is een thuis waar we beweren alle gelijkwaardig te zijn, wanneer we minachtende blikken werpen naar zij die anders lijken? Deze Sinterklaas herkoude ik de pepernoten van jaren geleden,
Ze smaakte naar onschuld, naar onwetendheid en vrede. Een zoet feest, veranderd in een bitter gevecht. In een strijd die de kinderen niet meer betreft. Beheerst door angst en geregeerd door onze comfortzone, vertalen we het onbekende naar een zonde. Voor een gezicht dat zich achter religie verschuilt, wordt in ons vrije land de politie gebeld. En met de mond wordt beleden, hou van wie je houden wil. Maar waarom hield ik mij dan jaren stil? Verdronken in een illusie van verdraagzaamheid en verloren in vooroordelen. Getolereerd met verwijten tussen neus en lippen door. En ieder is vrij te doen wat hij wil. Doch eeuwig zijn we gevangen in een anders impliciet vooroordeel. Mooi. Mooi, blijf even hier staan. Blijf even hier staan. Vorig jaar was jij dus de winnaar. Ja. Hoe is het gegaan met zo'n prijs op zak? Ja, een hele jaar. Heel bijzonder. Vooral aan het begin was ik gelijk weer heel erg gemotiveerd. Misschien moet je even hier, ja? Aan het begin vooral was ik gelijk weer heel erg gemotiveerd om meer te schrijven. Want ik schrijf eigenlijk ook meestal in het Engels. En nu was ik gemotiveerd om in het Nederlands meer te schrijven. Waarom schrijf je meestal in het Engels? Kan ik mezelf beter uitdrukken voor mijn gevoel. Maar toen ben ik gemotiveerd geworden om meer Nederlands te schrijven. Dus het was wel echt een uitdaging, maar wel heel leuk. Ja. En nu? En verder? Nog meer prijzen? Nee, ja, ik heb verder, ja, misschien wel. Misschien ga ik nu wel meer doen. Ik heb er nu verder nog niet echt verder iets mee gedaan. Maar het lijkt me wel leuk om er in de toekomst weer meer mee te doen. En ja, misschien aan meer wedstrijden mee te doen. Het zit in je. Dank u wel. Dank je wel. Heel erg bedankt. Dank je wel. Dat ging dus om de prijs van vorig jaar van de Jonge Kampertprijs Spot on Young Poets. Dit jaar zijn er weer door de jury gisteravond 3 jonge mensen, jonge dichters uitgekozen voor de finale nu. Ze zullen hier dus hun gedicht voordragen en dan krijgt u als publiek de gelegenheid en de kans om te zeggen wie van hen de winnaar is. Wie dus de opvolger wordt van Merle Wittekoek. Wie zijn nou deze 3 jonge dichters dit jaar? Ik roep ze naar voren. Stian Olesen, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Stian Olesen, hij is 14 en hij is van de Vrije School in Den Haag. Ja. André Raats, ik hoop dat ik dat goed zeg. André Raats, ja. Hij is... Ze hebben nog niks gedaan, hè? Hij is 15 en hij zit op het Edith Stein College. En dan Amanu Jansen. Is 17 jaar, hij of zij is van het Dalton Lyceum, ook hier in Den Haag. En ze hebben op jullie school, hebben jullie poëzieles gehad van de poëziedocenten. Ze zijn hier ook natuurlijk om jullie te steunen. Diana van Vaassen en Frederike Kosman. Ik ben benieuwd wat ze bij jullie hebben losgeweekt. In elk geval staan jullie hier. Ik vroeg me af... Is dat door die poëzielessen gekomen dat jullie zijn gaan schrijven? Of deed je dat al en kreeg je nou een grote boost? Ik schreef wel sowieso, maar meer zeg maar in mijn slaapkamertje zonder dat iemand het kon lezen. Dus ik denk ja, dat het toch een soort motivatie was om iets te schrijven met een, ja, een doel voor, om op te treden. Mooi, mooi. En wat heb je geleerd echt? Ik heb geleerd dat schrijven duurt... Schrijven is meer te maken met je omgeving, niet met de tijd. Voor mij was het heel belangrijk om een bepaalde plaats te gaan en heel erg concentreren op de woorden die ik wil zeggen en de muziek en alles. Ja, dat heb ik geleerd. Mooi. En jij? Wat was bij jou de trigger om te gaan dichten, om een gedicht te maken? Onder leiding van Diana of Frederike? Ik heb eigenlijk nooit eerder echt gedicht. En toen kwam deze workshop, dus dat vond ik eigenlijk wel leuk. Dus ik wil het gewoon proberen een keer. Wat heb je er geleerd? Om alles wat overbodig is er niet bij te doen en echt te zoeken naar wat je wil zeggen. Mooi. Dan gaan we dus beluisteren. De eerste is, even kijken. Moet ik even spieken hoor, wie de eerste is.
Laten we de eerste nemen. Stian. Ja, je kunt daar gaan staan. Ja. Er is een uitweg die ik wil vangen. Een weg uit mijn hoofd, uit de drukte die er altijd rondspookt. Mijn gedachten missen eenheid. Het zijn flarden. Flarden van de herfst. Flarden die verkleuren, die van de bomen vallen en worden meegenomen door de wind. Ver van hier. Ik wil mijn rust als dat kleedje bij oma op tafel, waarin elk ruitje gelijk is en waar alle steekjes vastzitten. Alles met intentie neergelegd. Als bakstenen om een huis te bouwen. Iets wat niet kapot gaat. Zo wil ik mijn rust. Mooi. Dankjewel, Stian. André, jij bent de tweede. Ja, ga maar daar staan, ja. Skip, is dat goed? Ja, dat is goed. Skip the politics and the religion, springing straight to passionate immersion. Everything else is mere diversion. Idealistic illusions paint a free mind to be for free. The only times we had free minds were before the age of free. When all was new, empty of judgment, yet full of curiosity. Early on, we encounter our thoughtful shadows, as judgment follows our every move like a row of dominoes. And still, orders coming at us from every direction, it gives us no time for our self-reflection. We are free birds, put into closed-off cages. We exchange our wings for wages. And now nothing left inside but these blank pages. We are all longing for belonging, chasing diamonds and distractions. Is that meant to cure our dissatisfaction? When I was younger, I played football to fit in. Unfortunately, I never quite achieved my goal. I thought popularity would make me feel accepted, but it only brought loneliness to my soul. Never finding anything worth my while, my lip still bleeds when I try to crack a smile. And yet, I got freedom of speech, but without a damn thing I can say. I mean, I want to fit in. Is there even a right way? Judgment, murdering mindfulness in our modern day. And yet, rappers still wearing shiny chains for their white label owners, complaining about slavery without seeing what really owns us. Vegans flying first class on their pollutant planes. It's plain to see how this hypocrisy yet still maintains. And now I have a question to each and every one of you. Is it a free mind that you truly seek? A mind that sees the corruption in the beauty. A mind that senses the disorder in the order.
and a mind that asks you whether you meditate or medicate? Would a bird's eye view truly give you your wings back? That is my question. Oké. Straks nog meer, hè? De derde, Amanu. De handen in mijn haar glijden door mijn huid heen. Duwen in mijn schedel. Vingers doorboren mijn hersenvlies. Grijpen langzaam in mijn brein. Trekken mijn kronkels uit elkaar. Dwingen mijn zenuwbanen recht vooruit. Niet zonder gevecht. Soms heb ik een hand nodig die de mijne uit mijn hoofd haalt. En vastpakt met een warm, zacht kneepje. Dan durf ik zelf mijn ander erbij te brengen. Lost alles daarboven weer op. Gevaar geweken. Oké, door het applaus wat jullie geven, hoe harder, hoe luider, gebruik je hele lijf, gebruik alles, hoe meer, dat gaat uiteindelijk hier achter de coulissen door een, ja, ik denk dat het een instrument is, bepalen wie nummer 1 is. Ja, dus jullie gaan nu als eerste klappen voor Stian. Mooi, goed zo. Dat is geregistreerd. De tweede, dus al die energie die je nog in je hebt weergeven. De tweede applaus is voor André. Mooi. En dan nog. Dan nog eentje. En die is voor Amanu. Goed. Ik ga even daarachter. Ik ga even vragen wat daar is gebeurd. En dan kom ik terug met een oorkonde natuurlijk met degene, voor degene. Want er kan er maar één, ja het zijn alle drie even mooi, maar er kan altijd maar één een winnaar zijn. Eén moment. Jawel. Ah, er is er maar één natuurlijk en dat is Stian. Alsjeblieft. En alsjeblieft. Ja. Ze krijgen wel alle drie nog, ik weet niet wat hierin zit, maar het zijn vast hele mooie boeken of mooie gedichten. Alsjeblieft voor jou. Dankjewel. Alsjeblieft. Alsjeblieft, André. Alsjeblieft, Amanu. Nou, nog een laatste keer. Dankjewel.
Dank jullie heel hartelijk en heel veel succes. Volgens mij hebben jullie alle drie geweldig talent. Maar ja, er is er maar één die het winnen kan. Maar jullie krijgt vast volgend jaar, misschien of een andere keer, weer zoveel applaus als je net hebt gekregen. Dank jullie wel. Geweldig. Dat er zulke jonge mensen zijn die dat zo in zich hebben. Echt geweldig. Dan gaan we over naar de prijsuitreikingen voor de gevestigde schrijvers. Die krijgen hun prijs uit handen van Robert van Assen, die is wethouder cultuur hier in Den Haag. Maar eerst krijgen ze, zoals u het gewend bent, lof toegezwaaid van iemand anders. Ze krijgen dus een laudatio. Thomas de Veen is de eerste. Hij is literair redacteur bij NRC Handelsblad, recensent jeugdliteratuur en Nederlandse fictie. En zijn laudatio is voor Gideon Samson, schrijver van het kinderboek Zep. Thomas de Veen. Goedemiddag. Ik ga toch even zoiets doen. Goedemiddag. In het tweede hoofdstuk of tweede verhaal van Zep is Ozzy op zoek naar een goede grap. Hij gaat ervoor naar een gespecialiseerde winkel. Zo'n mooie, eigenzinnige, onafhankelijke kwaliteitsgrappenwinkel. Waar de eigenaar nooit te beroerd is om advies te geven. Maar als Ozzy toegeeft dat hij de grapjes hier wel wat duur vindt, kijkt de meneer van de winkel een beetje moeilijk. We houden niet van goedkope grapjes. Heeft u anders misschien een mop? Vraagt Ozzy. Een mop? Nee, voor die ongein kan hij maar beter naar de moppenshop gaan. Een vraag die Zep oproept, wat is eigenlijk een goede grap? Daarvan bestaan talloze definities, geen enkele definitief. Er zijn waarschijnlijk net zoveel mogelijke antwoorden op die vraag als opvattingen over wanneer iets goede literatuur is. Misschien kan ik een voorbeeld geven van een goede grap. Het vierde verhaal uit Zep, bijvoorbeeld, dat over Maximiliaan gaat. Hij hoort op een zaterdag na voetbal zijn klasgenootje Ozzy zeggen dat 2 plus 2 5 is. Hij denkt dat het een grap is. Hij kent Ozzy al wat langer. Maar die zegt dat het klopt, volgens juf Cato. Thuis zegt zijn vader het ook. En zijn moeder zegt, ja, je vader is op dat gebied zelf op een fout te betrappen. Zo gaat dat door. Maximiliaan krijgt vuile blikken vanwege zijn koppigheid, want hij gelooft het niet, tot hij uiteindelijk inbindt en toegeeft. 2 plus 2 is 5. Waarom dat een goede grap is? Hij is verrassend, zo goed verteld dat je erin mee kunt gaan. En het is een soort basislesje sociale psychologie, best relevant in tijden van nepnieuws en desinformatie. Als iedereen om je heen zegt dat iets onwaars waar is, begin je aan jezelf te twijfelen. En corrigeer je liever je eigen veronderstellingen dan buiten de groep te vallen. Het is een ongemakkelijke waarheid en daardoor een enigszins beangstigende grap. Maar goed, zoals de Amerikaanse schrijver Mark Twain ooit al zei, the secret source of humor is not joy, but sorrow. En Gideon Samson laat met zijn verhaal zien hoe de wereld werkt. Helaas werkt. Maar we kunnen er gelukkig even om lachen. Er zitten meer grappen in, Zep. Er is een verhaal over de afschaffing van het huilen. Omdat een meerderheid van de ouders het zonder wel lekker rustig vindt. Er is een verhaal over twee vrienden die op een nacht precies hetzelfde dromen. Er is een verhaal over een spreekbeurt die eens niet over een cavia of een dwerghamster gaat, maar over de 46-jarige Bruno die van kruiswoordraadsels houdt. Aan het eind mag iedereen hem even aaien. Het zijn geen moppen. Dit zijn kwaliteitsgrapjes. Ze zijn schatplichtig aan het klassieke absurdisme, die complexe humorvorm waarbij je doet alsof iets abnormaals normaal is, wat weer geworteld is in de filosofische stroming die de discrepantie aanwijst tussen onze beschaafde conventies en de irrationaliteit en betekenisloosheid van het universum. Want u had het misschien nog niet gezien, maar Zep wijst precies die discrepantie aan voor kinderen. De fundamentele vraag van kinderliteratuur is, wat vertellen we onze kinderen? Wat geven we ze mee?
Zoals de kinderboekschrijfster Nienke van Hichtum, naar wie de prijs vernoemd is, ooit schreef. Iets moet erin zijn dat in een of ander opzicht opvoedend, onderwijzend, verheffend of fris ontspannend werkt. Geven we onze kinderen dus boeken met voorbeelden van deugdzaamheid, van hoe mooi de wereld kan zijn, pedagogisch verantwoord, zoals in de tijd van Nienke van Hichtum, een eeuw geleden. Of laten we ook de andere kant zien, de wereld die chaotisch en onverklaarbaar is, maar vol conventies zit die de beschaving in stand houden. We zijn 120 jaar verder en we geloven dat kinderen moeten groeien, dat ze weerbaar gemaakt moeten worden, ook door wat we ze vertellen. Kinderliteratuur mag kinderen heus wel onderwijzen en verheffen, maar dan vooral door kinderen serieus te nemen, door ze kwaliteitsgrapjes voor te schotelen. Dat gebeurt in ZEP. De grappen verrassen, ze zijn geloofwaardig en ze tonen hoe de wereld werkt. Maar de verhalen ondermijnen de conventies in één moeite door, doordat juist het onmogelijke mogelijk wordt. Dat maakt ZEP een boek dat ons wijst op de grenzen van de werkelijkheid en de mogelijkheid van de verbeelding. Het onderscheid daartussen hoef je niet altijd te maken. Er schuilt waarheid in werkelijkheid en verbeelding. En zo niet, dan kun je er tenminste nog om lachen. Dank u wel. Goedemiddag allemaal. Wat goed om u te zien hier op dit 25e editie van het Winternachtenfestival in Den Haag. En dit zilveren jubileum is de afgelopen 5 jaar groots gevierd met bijzondere ontmoetingen tussen schrijvers, dichters en natuurlijk het publiek. En prachtig ook hoe de samenwerking met de Haagse kunstinstellingen en bibliotheken door de hele stad gratis toegankelijke festivals, programma's in de vorm van voorstellingen, workshop en gesprekken hebben opgeleverd. Den Haag is een stad van verhalen en met de toekenning van de gemeentelijke literatuurprijzen draagt de Jan Kampert Stichting bij aan die literaire reputatie. Kom niet met lege handen, want ik mag hier de literaire prijzen uitreiken, wat een eer. Maar ik doe dat niet voordat ik de bestuursleden en juryleden natuurlijk van de Jan Kampert Stichting en Writers Unlimited hartelijk heb bedankt voor deze mooie samenwerking. Dames en heren, dan ga ik nu over naar het voorlezen van dat jurywerk. En dat wel voor de eerste prijs van deze middag. De tweejaarlijkse Nienke van Hichtumprijs. Ik citeer uit het juryrapport. De buitennissigheden in ZEP worden opgediend in glasheldere logica in een verder volkomen realistische omgeving. Ontregeling brengt het vooral aan in de hoofden van de lezers. Die ontregeling is vrolijk, grappig en speels. Maar daaronder schuilt een onheilspellend gevoel van vervreemding. Met ZEP voegt Samson een uniek absurdistisch geluid toe aan de Nederlandse jeugdliteratuur. Ik zou graag u hartelijk applaus willen hebben voor de winnaar van de Nienke van Hichtumprijs 2019, Gideon Samson. Dank Thomas voor die prachtige woorden. Ik heb er ook een paar opgeschreven, lang niet zo prachtig. Maar ik wou ze toch met jullie delen. Dit is mijn dankwoord. Enkele maanden geleden leerde ik dat het leuk is om in een dankwoord menigeen te prijzen. Maar dat je pas echt de show steelt als je dat overslaat en in plaats daarvan een statement durft te maken. Een dankmoment aangrijpen om een vlammend betoog te houden over bijvoorbeeld diversiteit in kinderboeken of over je ontzettende hekel aan grote mensen blijft ook nog eens stukken beter hangen bij het luisterend publiek dan al die namen van iedereen zonder wie dit boek niet het boek geworden was dat... Enfin, u begrijpt wat ik bedoel. De laatste keer dat ik in Den Haag een soortgelijk podium kreeg was 5 jaar geleden, toen ik hier op het eervolle verzoek inging om de Annie M. G. Schmid lezing te houden. Ik gaf destijds mijn hartgrondige mening. 5 jaar later sta ik nog achter elk toen uitgesproken woord. En ik wil die Haagse traditie graag in ere houden. U krijgt hier van mij een statement. Daar komt-ie. Onlangs las ik in een gerenommeerde krant, ik zeg niet welke, een recensie van een gerenommeerde filmcriticus.
jeugdfilm stond erbij. En de film werd beloond met 4 ballen. Voor wie daar niks mee kan, de krant legt wekelijks uit hoe de lezer die ballenwaardering moet interpreteren. 1 bal betekent zwak. 2 stuks is matig. 3 wil zeggen goed. 4 staat voor zeer goed. En met 5 van die prachtige ballen is iets buitengewoon. Deze jeugdfilm werd dus als zeer goed beoordeeld. Ik lees het begin van de recensie even voor. Eerst een stukje uit de inleiding. Door volwassen ogen schiet de film tekort. Als jeugdfilm is hij prima. Ik las dit en was verward. Maar gelukkig volgde meteen erachteraan een uitleg. De recensent lichtte dit hierna namelijk toe met een anekdote. Komt-ie. Onlangs zette ik bij het redigeren drama boven recensie in plaats van jeugdfilm. Ik zeg niet bij welke film. Oh, maar in dat geval geef ik deze film 2 ballen, niet 4, reageerde de recensent. We kwamen toch maar jeugdfilm overeen. Dit stond letterlijk zo in de krant. Ter illustratie dus van de waardering van jeugdfilms. Zonder enige gêne. Ik werd hier verdrietig van. Als ik het goed begrijp, zit het zo. Er is 1 kunstwerk. Dat werk is door verschillende ogen te bekijken. Door volwassen ogen en door kinderogen. Het mag ook door kinderogen bekeken worden. Daar heeft de kunstenaar namelijk toestemming voor gegeven. Probleem? De recensie wordt door iemand met volwassen ogen geschreven. Oplossing? De volwassene doet alsof hij kinderogen heeft. Resultaat? De film verandert van matig in zeer goed. Ik word hier heel, heel verdrietig van. Het maakt dat ik elke positieve recensie, mening en prijs van volwassen mensen voor een kinderkunstwerk verdacht ga vinden. En dat wil ik niet. Deze manier van naar kunst voor kinderen kijken vind ik pertinent verkeerd. Een film verandert niet van matig naar zeer goed als hij voor kinderen bedoeld is. Matig is matig. Helemaal los van of hordes kinderen ervan kunnen genieten. En begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Ik vind het geweldig als hordes kinderen mijn boeken geweldig vinden. Het doet mij glimmen van geluk en vaak zelfs nog meer dan een prijs of een loeigoeie recensie. Ik heb geleerd dat je, als je een statement maakt, niet enkel moet gaan lopen zeuren. Daarom ter afsluiting een krachtige oproep. Laten we alsjeblieft de boeken, de films, de theatervoorstellingen en de tentoonstellingen die in de eerste plaats voor kinderen bedoeld zijn, bloedserieus nemen. Matig plot, bal eraf. Slecht acteerwerk, bal eraf. Krakkemikkige zinnen, bal eraf. Infantiele toon, bal eraf. Maar is het origineel, vernieuwend, waarachtig, prachtig geschreven of steengoed geacteerd, dan mag het wat mij betreft overladen worden met diezelfde buitengewone ballen. Alleen zo kunnen wij, de makers, overleven en serieus blijven doen wat we doen. Dit was mijn statement. Ik dank u allen en bovenal natuurlijk al die volwassen ogen van de jury van de Nienke van Hichtenprijs. Dank u wel. Dank je wel, Gideon Samson. Van mij krijg je die 5 ballen, hoor. Voor Sepp. Het is een geweldig, hartstikke leuk boek. Als je het nog niet kent. Goed, de volgende laudatio is voor Marente de Moor. Zij is schrijfster van het boek Phone. En dat gaat over een biologisch echtpaar in de Russische bossen. Die horen daar allerlei vreemde geluiden. En er gebeurt nog veel meer. Ik lees even iets voor. Heel klein stukje maar. Maar daar trekt de hemel zich al open. Zo hard klonk het nog nooit. De eerste toon, traag en kolossaal, sleept zich van oost naar west door het luchtruim. Alsof God met de meubel schuift. Dan valt er een stilte die, dat weet ik nu al, niet lang zal duren. Er bouwt zich iets op om aan te zwellen. Een register lager nu snelt een roestige jank over onze hoofden. Het doet geen pijn aan je oren, want het is nergens in het bijzonder op gericht. Het is eenvoudigweg overal. Einde citaat. Componist en pianist Stijn Wiebenga en trompetist Alistair Payne, ik hoop dat ze eraan komen, ja, die lieten zich inspireren door dit boek voor hun muzikale laudatio voor Marente de Moor. Thank you.
En dan nu het juryrapport behorende bij de F. Bordewijkprijs 2019. Met de tragische pogingen van de mens om de natuur te bedwingen, te begrijpen en te sturen, komen we tot de kern van het oeuvre van de Moor. Er spreekt een grote liefde voor wetenschap uit en een diep, voorvoeld besef van vergeefsheid van het menselijk streven. Resoluut leidt de Moor haar lezers naar de rand van het bos in de wetenschap, dat er vroeg of laat iets zal gebeuren dat de beren tevoorschijn roept. Foon is een meesterhand geschreven ideeroman over de mens die het mysterie van het bestaan steeds moeilijker kan verdragen, van een van de eigenzinnigste auteurs van het Nederlands taalgebied. Dames en heren, uw applaus voor de winnaar van de F. Bordewijkprijs 2019, Maurente de Moor. Maurente de Moor. De woorden die ik heb willen zeggen staan natuurlijk in het boek, ruim 300 pagina's lang. Ik schrijf beter dan ik spreek. Ik ben een beetje geëmotioneerd, merk ik, door de laudatio. De weerklank die je krijgt, de klanken na het schrijven, dat in zoveel stilte gebeurt. Het was heel erg stil, 2-3 jaar dat ik aan dit boek heb gewerkt. En het was ook even stil toen het boek verscheen. Ik heb begrepen van Arjen Fortuyn dat ik niet meer mag zeiken bij het in ontvangst nemen van literaire prijzen. Maar ja, net als Gideon Samson moet je toch op een gegeven moment een soort constante vasthouden in... Ja, in het bekroond worden. En, dus van mij krijgt u geen statement, maar gezeur. En het gezeur bestaat eruit dat ik dankbaar ben dat, dat de jury een podium heeft geboden. Een klank heeft gegeven aan een boek dat in stilte is ontvangen oorspronkelijk. Afgezien van de mooie recensies natuurlijk. Maar het is moeilijk om... Ja, het is moeilijk om klank te krijgen voor het verhaal in een wereld, ook een literaire wereld, die gedomineerd wordt steeds vaker door waar gebeurt, door echt, door biografieën en gek genoeg ghostwriters. Dat is dan wel weer een leuke tegenspraak. Dat er dan dit boek, hè, dat niet alleen duidelijk gaat over klanken en ongrijpbaarheid, het niet-visuele. Maar het is ook een ode die ik heb geprobeerd te schrijven aan het verhaal. Een vertelling die verandert vanuit degene die het vertelt. We hebben 10.000 jaren hebben we ons begeven te midden van verhalen die niet werden opgeschreven, maar verzonnen en doorverteld en weer iets bijverzonnen. Een vloeibaar verhaal, een vertelling. En we zijn aanbeland in tijden van stelligheid, in lexicontijd, waarin je dingen snel kunt opzoeken. En mede met de andere prijswinnaars van deze avond, denk ik dat wat er hier gehonoreerd is vanavond, is de vertelling, het verhaal, de fictie, de mogelijkheid dat er nog raadsels mogen bestaan, dat niet alles eenduidig is, dat er nog geraden mag worden. Hartelijk dank hiervoor.
En dank Marente de Moor en hartelijk gefeliciteerd. Het was zo mooi dat ik, je leest een boek en dan kun je het tegelijkertijd horen. En dat werd dus nou werd dat versterkt. Dank je wel. Het woord is nu aan dichter Tjitske Jansen voor haar laudatio aan Paul de Metz, die de Jan Kampertprijs krijgt. Ze draagt voor uit eigen werk en Paul de Metz die wilde haar graag horen vanwege hun, ik citeer, inhoudelijke verwantschap. Tjitske Jansen. Lieve Paul. De meeste dichters die ik ken, of ook de meeste dichters die ik niet ken, zijn blij wanneer ze een recensie krijgen. Zeker wanneer het een goede recensie is. Ik ken één dichter die niet per se blij is met een goede recensie. Namelijk, een goede recensie wordt geschreven door een goede recensent. Die kan goed lezen. En die zou wel eens iets kunnen schrijven over een bundel, waardoor ook de ouders van Paul begrijpen wat hij over ze geschreven heeft. Toen Paul dit aan mij vertelde, schoot ik in de lach en riep ik uit, dus daarom schrijf jij hermetisch. Want ik dacht, het was een grapje eigenlijk en hij zei, dat zou nog best eens waar kunnen zijn. Ik lees twee gedichten. Ik had ze voor jou uit mijn hoofd geleerd, maar dat durf ik niet aan, dus dat krijg je nog. En ik begin met een gedicht dat ik schreef in de tijd dat ik veel last had van de pijn over het vuil, het soort vuil dat je niet zomaar van je afgewassen krijgt. En iedereen die de bundel van Paul heeft gelezen of het werk van Paul kent, die weet waarom ik dit gedicht heb uitgekozen. Het gaat over een mythische vrouwfiguur. Ze heet Kalle. Zo werd ze niet geboren, maar ze is Kalle met de Haak gaan heten. En ik vond haar in Harelbeke in West-Vlaanderen. Kalle is een figuur waarover de ouders tegen kinderen zeiden, je moet braaf zijn, anders komt Kalle met de Haak. En die neemt je mee naar het water. Over de leien hoef ik je ook niks uit te leggen. En waarom die de Golden River wordt genoemd. Kalle met de Haak. Zo word ik genoemd. Maar dat is niet de naam die ik bij mijn geboorte kreeg. Het is niet de naam waarmee ik werd geroepen als het eten klaar was. Of met Katje Duk. Ik heet Marie. Ik ben geboren op de Ballingweg. 16 jaar heb ik daar gewoond. Zonder haak ben ik gewoon een oude vrouw die zich nogal lang niet heeft gewassen. De eerste jaren dacht ik, het is een pauze. Een pauze van mijn leven zoals mijn leven is bedoeld. Op een dag zal ik weer schoon zijn. Zuiver als het zijschort van mijn vader, wit, omdat dan het vlas later ook wit zou zijn. Ik voel me als de stad waarin ik ben geboren. Ze is kernvrij. Ze wordt doorkruist door een rivier, een grote weg, een spoorweg. Je wacht tot ze begint en dan is ze voorbij. De pijn die mij doorkruist is groter dan mijn schaamte over dat ik nooit meer schoon zal zijn, al ging ik 1000 keer in bad. Daarom heb ik die haak. Ik wil niet dat je dichtbij komt. Ik heb liever dat je je Marie herinnert en dat Kalle iemand anders is. En het tweede gedicht dat ik lees gaat over een kastanje. Het ging eigenlijk over een eikeltje dat in een jaszak zat. Dus ik heb nu al jaren een half afgemaakt gedicht over een eikeltje dat verontwaardigd is, waarom hij niet goed genoeg was voor in het gedicht. Maar de kastanje kwam beter uit met de woorden. Als iemand mij nou maar had opgeraapt en in zijn zak gestopt en daar gelaten had, dat af en toe een hand mij vond, voelde hoe zacht ik was en dan weer losliet of op de vensterbank gelegd, op het nachtkastje, in een rommeldoos, een keukenla. Ik heb nog nooit een reis gemaakt, ik moest zo nodig wortels schieten. Als iemand mij nou maar had opgeraapt, er was niets aan de hand geweest. Ik was kastanjebruin geweest, ik had geglanst. Wat later was ik wat gaan rimpelen en dan, nou ja, maar nu moet ik onvrijwillig transformeren, niet zo'n beetje ook. En steeds als ik zo ongeveer gewend ben aan mijn nieuwe vorm, steeds als ik zo min of meer geaccepteerd heb dat ik ben zoals ik ben, dan ben ik alweer anders.
En als het nu zo was dat ik gekozen had om zo te zijn, dat ik het wilde, steeds een ring erbij, zoveel soortgenoten aan mijn takken, in een veilig stekelhuis, zo anders dan ikzelf, maar wat weet ik het nog goed. Je hebt het opgegeven te zijn zoals je bent, je groeit maar mee met wie je worden zult. Af en toe hoor je dat iemand zegt hoe mooi je bent. In je schaduw gebeuren dingen die de moeite waard zijn. Ik ga eerst nog even voor het juryrapport. Voor de Jan Kampertprijs 2019. In deze spetterende bundel is elk beeld beladen en betekenisvol. Zonder dat deze poëzie ondoordringbaar wordt. De Metz grootste verdienste is dat hij taal weet te knopen zonder de lezer in te snoeren. Deze gedichten blijven zinderend hangen. Een van de centrale metaforen, de rups die tot vlinder ontpopt, is evengoed van toepassing op de laureaat zelf. De Metz slaat in de klaverknoop zijn vleugels uit en stijgt tot grote hoogte. Dames en heren, hartelijk applaus voor de winnaar van de Jan Kampertprijs, Paul de Metz. Ja, dames en heren, soms vraagt de mens zich af, waarom heb je eigenlijk nog een vaste telefoon? Omdat meestal als bij ons een vaste telefoon rinkelt, ja, dan is dat telefoon van het Windows Call Center. En dan hoor je een stem van een Pakistaan of een Indiër die je probeert te helpen. En ja, op een mooie middag enkele weken geleden zag ik op de display van de telefoon een lang internationaal nummer en ik dacht, ik neem niet op. Ik neem niet op. Maar toen dacht ik, ja, ik neem wel op, want ik ga eindelijk eens zeggen waar het op staat en dat ze mijn nummer uit die lijst moeten schrappen. En toen nam ik op en zei iemand, goeiedag, ik ben Aad Meinderts. En ik dacht, ze hebben nu ook al Nederlanders in dienst. Over de manier waarop ik meneer Meinders dan heb toegesproken, zal ik verder niet uitweiden. Maar ik ben toch blij dat ik desondanks hier aanwezig mag zijn. En ik dank jullie hartelijk. Ik dank ook de jury hartelijk. Voor deze bekroning die mij ontroert, vooral omdat de prijs genoemd is naar een heel sterke dichter die dankzij de rijmprent aan de basis ligt van de uitgeverij. Mijn uitgeverij, De Bezige Bij, dat warme, gonzende huis dat ik heel dankbaar ben. Mijn pleegmoeders, Francine, Suzanne, Katrijn. Dankbaar voor de begeleiding en om deze bundel uit mij te trekken, uit handen te halen. Want ik heb lang getwijfeld of ik deze gedichten wel kon aan de openbaarheid prijsgeven. Ze waren een hand die ik wou uitstrekken naar familie. Ook daarbuiten, want het gaat ook over andere dingen. Het gaat over, er blaast toch een soort koude wind over het Vlaanderen dat ik schets in deze bundel. Een wind die misschien ook wel over Europa tout court steeds harder aan het blazen is. Nu, die hand is niet op elke manier opengegaan, spijtig genoeg. Maar toch ben ik heel dankbaar. Ik ben natuurlijk ook niet alleen de uitgeverij en de jury dankbaar, maar ook Hilde, Femke, Tom en Judith. Zonder wie ik hier misschien anders niet meer stond. Dank Paul de Metz, dank, hartelijk gefeliciteerd met je prachtige gedichten. We zijn toen alweer aan de laatste. En dan moet ik het een beetje een omgekeerde volgorde doen. Want Robert van Asten, de wethouder die dus die prijzen uitreikt, aan wie ik dus de bloemen geef en die oorkonden, die moet weg.
Ja, daar is die wethouder voor, denk ik dan. Dus we gaan het even omdraaien. Robert van Asten die komt eerst. Waar ben je ook alweer? Ja, die komt eerst en die geeft dan de Constantijn Huygensprijs aan Stefan Hertmans. En daarna komt de laudatio van Joke Hermsen samen met accordeonspeler Oleg Lysenko. Robert van Asten. En dan ga ik dus een heel prachtig stukje missen, helaas. Maar wel alle tijd natuurlijk voor het juryrapport van de Constantijn Huygens Oeuvreprijs. Sinds Hertmans debuut in 1981 met het experimentele prozaboek Ruimte heeft hij een oeuvre opgebouwd dat vrijwel alle genres bestrijkt. Zijn verzamelde poëzie beslaat ongeveer 1000 pagina's gedichten. Zijn proza omvat romansverhalen, een reisboek en essays. Hij schreef theaterteksten die ook over de grenzen zijn opgevoerd en publiceerde belangwekkende monografieën over filosofie en beeldende kunst. In elk van die genres heeft hij boeken laten verschijnen die tot de hoogtepunten van de hedendaagse literatuur gerekend kunnen worden. Meer nog dan een groot Nederlands schrijver is Hertmans een auteur van Europees formaat. Hij brak internationaal door met zijn roman Oorlog en Terpentijn uit 2013. Van deze familiekroniek zijn inmiddels meer dan 250.000 exemplaren verkocht en het boek verschijnt inmiddels in 24 talen. Hertmans heeft zich ontwikkeld tot een schrijver van internationale allure. Dames en heren, uw hartelijk applaus voor Stefan Hertmans, de winnaar van de Constantijn Huygens Oeuvreprijs. Na het laudatio zal het dankwoord inderdaad worden uitgesproken. Ja, dankjewel. Dankjewel, Robert van Asten. Stefan komt zo direct inderdaad aan het woord. Wel thuis of waar u naartoe moet, meneer Robert van Asten. De laudatio is van Joke Hermsen. Ze is schrijfster en filosoof. En ze zal samen met klassiek accordeonspeler Oleg Lysenko de laudatio houden voor Stefan Hertmans. Joke Hermsen en, waar is die? Oh, die komt zo direct, hè? Oleg Lysenko. Ja. Dames en heren, goedemiddag. Beste Stefan Hertmans, ik ben zeer verheugd dat ik als eerste hier persoonlijk u mag feliciteren met het behalen van deze prijs. Deze belangrijke oeuvreprijs, terechte bekroning, lijkt mij voor dit veelzijdige en omvangrijke oeuvre. Ik heb maar liefst 40 titels geteld. Wellicht heb ik er nog één over het hoofd gezien. En ze bestrijken inderdaad alle mogelijke literaire genres die wij de afgelopen eeuwen met elkaar hebben uitgevonden. En het is niet alleen omvangrijk en erudiet en veelzijdig. Maar toen ik mij de afgelopen weken met een hele stapel Hertmans, dames en heren, in de Bourgogne terugtrok om daar dit laudatio voor te bereiden, toen moest ik herhaaldelijk aan een bekende uitspraak van Frank Zappa, notabene, denken. Die heeft iets over namelijk hoe je moet proberen muziek, maar ook literatuur te maken met een open geest. En dat is iets wat het oeuvre van Stefan Hertmans typeert. Een groot hart en een open geest, zou ik zeggen. En Zappa zei daarover dat een geest, een mind, net als een parachute moet zijn. Als het niet open kan, dan werkt hij niet. En terwijl ik het haardvuur in het oude huis in de Bourgogne nog eens opstookte en ik hier en daar wat fragmenten las en me vooral verbaasde over de hoeveelheid streepjes die ik in de kantlijn had geplaatst bij in veel van die boeken, met name de essays, toen dacht ik van, dit onttrekt zich nu, ontrolt zich door het landschap hier voor mijn ogen en over dat landschap wil ik u iets vertellen. Wil ik proberen te beschrijven in die paar minuten tijd die mij vergund zijn. Het Stefan Hertmans landschap, dames en heren. Twee boeken, nog even
Daarbij vertellend heb ik in zijn geheel weer herlezen, want dan snapt u een beetje het koord wat boven dat landschap is getrokken. Het eerste las ik in 1989, zo lang ben ik al fan. Sneeuwdoosjes geheten, essays over literatuur. Zeer fraaie essays, mag ik hier zeggen, vandaag nogmaals. En ook de laatste roman herlas ik, De Bekeerlingen, en daar voltrok zich iets eigenaardigs tussen die twee teksten. Ze vulden dat landschap en op de voorgrond van dat tableau littéraire, ja, staan de voorgangers, als ik ze zo mag noemen, die de eerste paden door het woud van het denken en de verbeelding van de bekroonde auteurs geslagen hebben en ook trouwe compagnon de roet gebleven zijn, zie ze daar staan met hun peinzende blik en die licht ironische glimlach om de lippen. Walter Benjamin, Thomas Mann, Marguerite Duras, Proust, Borges, Orden en Rilke. En om hen heen zien we al de rozenperken opbloeien, van vlinderwit tot persikrood, hangend over die rotsen waarover haar gedissen als zinnenbeeld van, ik citeer, de onvatbare schoonheid die haar staart verliest zodra je er wil grijpen, naastig wegschieten. Achter uw reisgenoten borden de velden vol lavendel en mimosa al op in de richting van de heuvels, en onze blik dwaalt naar het oosten, waar we op een vervallen stadspoort nog net het woord augenblik ontwaren, en dan naar het westen, waar boven de eerste straat het melkwitte plafond van een winkelpassage verrijst. Straat en serre, thuis en nergens ineen. Ja, een mythologisering van de ruimte om de tijd te problematiseren. Schrijft u dan alsof de werkelijkheid nog altijd een feeriek sprookje op een doek van Hercules Zegers is, zolang we die paradox nog uit weten te houden. En in de verte op ons tableau, op ons Hertmans tableau, strijken de grijsgroene loofbossen zich uit, waarin we roedels wolven vermoeden die het op Hamutal, uw laatste personage, voorzien hebben. En traag glijdt de rivier aan de toverbergen van de literatuur en de filosofie voorbij, en zien we de brokstukken van de geschiedenis nog naglinsteren in het laatste avondlicht. Want die drie disciplines of geestesgebieden weet u zo moeiteloos in uw werk aan elkaar te verbinden. We houden even de adem in als we de vlucht van de bekeerlingen volgen over verlaten vlaktes en besneeuwde bergplateaus, om haar te lange lesten, dames en heren, bij de zee te zien uitmonden. Maar in de tomeloze diepte, ergens tussen het zand en de donkergroene wieren, nog net zichtbaar door hun ijle glans, een paar parels op de verwoeste bodem liggen, geduldig wachtend op de hand die hen op het juiste ogenblik naar boven weet te tillen. En we ademen weer uit en zien hoe die hand dat glanzend kleinood aanbiedt aan die mysterieus gevleugelde wezens die op dit schemeruur hoog tussen de paarse wolken de bovenrand van het tableau bevolken, engelen, al dan niet met verschrikte ogen of met modder bedekt, ja, die verdwaalde postduiven van een god die nooit meer thuiskomt. En die hand, dames en heren, het zal u niet verbazen, is de hand van de parelvisser die wij hier vandaag even ferm als dankbaar mogen drukken. De hand van de schrijver die er niet voor terugdeinst om fontanellen aan grafstenen, melancholie aan vitaliteit, middeleeuwen aan moderniteit te verbinden, die kortom lussen durft te leggen in de tijd en loopbruggen over de afgrond van eeuwen heen om ons iets te doen ervaren van wat Johan Huizinga ooit de historische sensatie noemde. Geen verslaglegging en al helemaal niet een glorificatie van het verleden,
maar het slaan van een bres tussen toekomst en verleden. Dit momentum of nunc stans, ook daarover lezen we in de essays. Waarop niet zozeer het vroeger tot leven komt, als wel dit in het heden aanzwellend verleden ons kan vertellen wie wij nu op dit moment van de geschiedenis zijn en waarheen het met ons gaat. In de romans Oorlog en Terpentijn en De Bekeerlingen hoorden wij inderdaad diep in de aarde de tijd brommen. Zodat het rumoer van de actualiteit even verstomt en wij grotere tijdverbanden gewaar worden. En dan ook, tot onze niet geringe verbazing, ja, iets van dat onhoorbare gemompel van die engelen in onze moderne oren horen fluisteren. Of ze nu achterover voorwaarts hollend de toekomst in tuimelen, of in heel hun schrekkelige schoonheid de muze van het onuitsprekelijke belichamen. Die schrijvershand, die een parelsnoer van ogenblikken aaneen weet te rijgen, wordt gevormd door verwondering, nieuwsgierigheid en aandacht. Heel veel aandacht. Een kernbegrip, zou ik durven zeggen, in Hertmans werk. En zelf zegt hij, schrijven is voor mij benoemen met vervreemdende aandacht. Het is wat Hannah Arendt, een door mij eveneens zeer bewonderde filosofe, ook wel een denken met een verbreed bewustzijn noemde. Met behulp van onze denkkracht, onze verbeelding in andere mensen, andere tijden, andere culturen proberen te verplaatsen. En die schrijvershand slaat dus zowel een bres tussen verleden en toekomst als tussen ik en ander. En schept precies op dat paradoxale, want eeuwigdurend ogenblik in de talen wereld die er net even anders uitziet dan voorheen. Want opgeschud, uitgeklopt, in nieuwe plooien gestreken. Want minder gescheiden, minder afgrondelijk, omdat er nieuwe verbanden zijn ontstaan en nieuwe vergezichten verrezen, die gezamenlijk onze hoop aanwakkeren. De grenzen van de taal bepalen immers de grenzen van de wereld. En daarom kan die wereld, wil zij niet aan clichés en reductie en formele logica te gronde gaan, alleen voortbestaan dankzij die verhalen. Maar liefst 40 in getal, die geen muren plaatsen, maar lichtkogels over de grenzen schieten. Dames en heren, u begrijpt dat mijn dank aan Stefan Hertmans, mede namens de jury en namens de wereld, heel groot is. Dank je wel. Ik zoek de basiliek van de Notre-Dame du Port, vind haar op een klein, ingesloten plein. Dat de kerk zeer oud is, blijkt uit het feit dat je meer dan 10 treden af moet dalen. Ze ligt aanzienlijk lager dan het straatniveau. Wanneer je er binnentreedt, dan wacht je een sensatie. Het interieur is verrassend lichtgeel getint, helder en toch log van bouw. De avondzon doorstraalt de ruimte alsof ze nieuw en gewichtloos is. Het heeft iets Byzantijns. De basisconstructie dateert uit de 6e eeuw, maar de kerk werd in de 11e eeuw herbouwd nadat ze door de Normandiërs in brand werd gestoken. Het moet voor Vigdis, het hoofdpersonage uit De Bekeerlingen,
een betekenisvolle, aangrijpende plek zijn geweest, die al haar tegenstrijdige gevoelens opnieuw aanwakkerde. Laag hangen sobere kandelaars in zesbladige vorm die aan een synagoge doen denken. De oude brandglasramen zijn intact en filteren het licht op een mystieke, stille manier. Ergens tegen de muur steekt een zo massief, donkeroud wijwaterbekken dat ik opnieuw hoop iets aan te raken wat ook Vigdis heeft aangeraakt. Het gevoel op een belangwekkend kruispunt te staan overvalt me pas goed wanneer ik afdaal naar de crypte. Hier is de jonge vluchtelingen voor het laatst komen bidden, vergiffenis komen vragen voor haar bekering. Ze wist dat haar Joods doopsel niet veraf meer was en dat er geen terugkeer mogelijk was. David wacht buiten. Er zijn genoeg kennissen in de stad die hij bij zijn heenreis heeft leren kennen. Hij weet dat ze hier voor zichzelf iets op te lossen heeft. Hier moet Hamutal stilaan afscheid nemen van Vigdis Adelais. Maar wat zij onmogelijk kan weten, is dat ze in deze crypte precies op de plek zit waar paus Urbanus de II jaren later zal komen bidden, de dag voordat hij in de velden buiten Clermont, daar waar nu de supermarkten en tankstations heersen, zijn historische oproep tot de eerste kruistocht zal doen. Daarmee zal hij ook haar leven in het verre dorp in de Vaucluse voorgoed verwoesten. Na de yeshiva in Rouen is deze crypte met haar meer dan 1000 jaar oude zuilen de tweede plek waar ik zo dicht nader tot iets wat ook zij heeft gezien en aangeraakt. Het ene gebouw Joods en het andere christelijk, maar uit dezelfde onverzettelijke tijd, in dezelfde geest gebouwd. Lang voor die hoge, imposant gotische kerken, deze sombere, primitieve intimiteit die op een vreemde manier troost en beschermt tegen doodslag, fanatisme, oproer, armoede en alle ellende daarbuiten. Tegen de stank en rottenis, tegen dat hele heftige, vluchtige en onweerstaanbare leven dat haar op deze plek heeft gebracht. Hier valt het stil. Hier reikt de steen van de basiliek de hand aan de steen van de yeshiva van Rouen en het doet haar beseffen hoezeer ze door liefde wordt gedreven. Door passie voor de man die in de stad ergens op haar wacht. Ze vergeet de tijd. Ze verzinkt in gedachten. Ze voelt hoe alles geleidelijk tot rust komt. Een uur later komt ze weer boven in het licht van de avondzon. Ze loopt enkele meters voor mij uit. Ze draagt een zwarte legging. Een lichtblauw shirt en witte sneakers. Ze ziet de menigte, ze ruikt de bedwelming van het heden. Ze gaat een hoog donker huis binnen. Ze reikt haar man de hand. En ze vat moed. Ze hebben nog enkele weken te gaan. De schemer is kort en warm. Thank you.
kijken wat hier gebeurt. Sorry. Ik ben klassiek accordeon spelen en bandoneon, dat was mijn extra instrument. Maar vandaag ik wou iets bijzonders doen voor mijn vriend Stefan. Ik wou een Russisch volkslied zingen van de Eerste Wereldoorlog. Kijk, ik ben niet geschaleerd zanger, maar ik vind dat toch iedereen kan zingen. En ik wou ook proberen, ik doe dat van mijn hart. Родного мать сыночка ждет, и бескрайними полями, степями, полями все глядят вслед за нами родные глаза. Yeah.
Krijgt u nog een dankwoord. Dank aan Joke voor de mooie woorden. Dank aan Oleg. Toen ik, wat is het, twee jaar geleden de Aquaprijs kreeg. Het is langer geleden. Een aantal jaar geleden stonden wij de dag erop hier op dit podium. Met Oleg onder andere op accordeon. Een beetje bekaterd, maar Oleg had fantastische Oekraïnse vodka bij, dus dat kwam goed. Dames en heren, ik heb ooit ergens gelezen dat men in primitieve samenlevingen de jonge mensen die zich afzonderden, die niet mee wou werken, die niet deelnam aan de rituelen, maar die van op een afstandje naar de bedrijvigheid van het primitieve dorp ging zitten kijken, dat men die vaak ter dood bracht. De blik van zo iemand was schadelijk voor de samenhang van de besloten gemeenschap. Zo oordeelde de wijze van het dorp. Hij werd afstandelijk, kritisch, bovendien een beetje lui. Hij weigerde in elk geval mee de dagelijkse lasten van de groep op zich te nemen. Zonder dat die groep hem daartoe de toestemming of de autoriteit had verleend. Men kon een dergelijke aanstellerij blijkbaar in vroegere primitieve samenlevingen missen als de pest. Een afstandelijke blik van buitenaf, die dan ook nog van binnenuit de groep zelf kwam, die werd als verraad beschouwd. Een dergelijke blik zou ongelijkheid in het leven roepen, conflicten met de overgeleverde hiërarchie, met het opperhoofd of de overste. De ouderlingen wezen hem aan, daaronder zijn boom, waar hij alleen zat te kijken, en spraken het oordeel uit, hang hem op. Het schrijverschap begint ook meestal in het innerlijk van een jong mens die de drang voelt om zich af te zonderen en dingen op een rijtje te krijgen door ze op te gaan schrijven. Wanneer daar het verlangen bij komt om die dingen ook zorgvuldig, met gevoel voor stijl en schoonheid op te schrijven, zit er een schrijver of schrijfster aan te komen. Ze worden niet meer opgehangen, maar hun ouders maken zich zorgen om hun broodwinning. Het merkwaardige aan boeken publiceren is dat wat begonnen wordt in afzondering er na enige tijd toe leidt dat men veel meer mensen ontmoet dan men ooit zou gedaan hebben indien men zich niet had afgezonderd. Wat begint in de eenzaamheid van een kamertje, eindigt, indien de schrijver een publiek vindt, voor volle zalen waar hij de gevolgen van zijn zelfgekozen eenzaamheid met de nodige ironie kan overdenken. Lezers zoeken de gemeenschap met de eenzaam begonnen schrijver op. Ze hopen zelfs antwoorden van hem of haar te krijgen op vragen waarop hij ook geen antwoord heeft. De paradox tussen afzondering en verlangen naar gemeenschap is wellicht de kern van elk schrijverschap. Ten slotte draait literatuur altijd om de confrontatie of de samenhang tussen individu en de samenleving. Het gaat over afstand en betrokkenheid. Philip Roth bekende ooit dat hij na elk boek weer even raadloos en niet wetend aan het volgende moest beginnen. Dat je nooit gedekt of beschermd wordt door wat je hebt gepubliceerd. Achter jou ligt misschien een hele weg. Blijkbaar zijn het er bij mij 40, Joke, ik wist het niet. Maar wat jij voor je ziet als schrijver is een actualiteit met verwarrende signalen en onzekerheid. Een onzekerheid die je in een houtgreep moet zien te krijgen, de houtgreep van je verbeelding. Want een boek geeft nooit een verklaring, een goed boek geeft een beeld. Daarom gaat het voor de schrijver die zelf ook nooit om, gaat het nooit om één boek, maar om de weg die je hebt afgelegd, om de samenhang. Om de manier waarop je koppig onder je spreekwoordelijke boom van de beschouwing bent blijven zitten en blijkbaar dan toch van betekenis bent geweest voor de anderen. Erkenning voor die afgelegde weg is iets heel anders dan lof voor één boek.
Daarom ook ben ik de jury van de Constantijn Huygensprijs bijzonder dankbaar, omdat juist deze prijs de samenhang waardeert waar een schrijver om te doen is. Afstand en betrokkenheid, de plaats die je voor jezelf bevecht door je leven schrijvend door te brengen. En toch is het natuurlijk een leugen te beweren dat je die weg alleen hebt afgelegd. Er zijn zoveel mensen die je daarbij helpen, inspireren of bijstaan. In mijn geval is dat in de eerste plaats mijn vrouw Sigrid, die nu al bijna 30 jaar het wel en wee van mijn schrijversstrapatsen moet trotseren en dat is geen eenvoudige taak. Zij is inmiddels ook mijn uitstekende agent en manager voor mijn drukke agenda, die zonder haar een puinhoop zou zijn. Maar zij is evengoed mijn eerste kritische lezeres. Iets wat ik verschrikkelijk moeilijk kan uitstaan, maar ze heeft altijd weer gelijk. Ik dank mijn kinderen Hanna en Paul, die hier ook aanwezig zijn, omdat ze hierbij willen zijn. Een vader als schrijver is ook niet altijd simpel, vrees ik. Dank voor jullie steun. Maar evengoed dank ik mijn redacteur Wil Hansen, die mij zo nu en dan een uppercut verkoopt, mentaal. Waarna ik moet denken, hij heeft weer eens gezien waar het pijnpunt van het nieuwe boek zat. Ik dank ook Suzanne Holzer, die met heel veel geduld met mij het productieproces doorneemt, begeleidt, overdenkt, altijd weer. Ik bedank mijn uitgeefster Francine Schuursma en natuurlijk de hele verder fantastische ploeg van die ongelooflijke uitgeverij die er bezig bij is. En ik dank uiteraard ook alle talloze lezers, zonder wie een boek nooit betekenis zou kunnen krijgen. Kijk, het is dan toch nog gezellig geworden onder die spreekwoordelijke eenzame schrijversboom. Ik dank u. Mag ik op mijn beurt jou, Stefan Hertmans, heel hartelijk danken voor alles wat je dus in je eenzaamheid doet. Dat het uiteindelijk eindigt in zo'n feest. Nou ja, een feest, het is een zittend feest, maar dat feest dat zet zich toch voort in mijn hoofd. En dat geldt voor alle andere schrijvers hier in de zaal en zeker voor de gelauwerde schrijvers van vandaag. Ik wil vragen of jullie op het podium willen komen, want dan is er een fotomoment en dan wordt dit ook voor vereeuwigd. Dus Stefan staat er al, Marente de Moor, Gideon Samson en waar is die? Ja, Paul de Metz. Ja. En ook Aad Meindert, de directeur van het Literair Museum. En als die er nog is, ja. En de winnaar van de Jonkies, Stian. Hartelijk dank jullie allemaal. Heel hartelijk dank. Dank dat jullie er allemaal bij waren. Ik vond het een mooi feest. Een zittend feest, maar een prachtig feest. Dank jullie wel en graag tot volgend jaar. En jullie heel veel succes met alles wat je nog verder doet. En breng ons nog meer van al die prachtige verhalen en gedichten. Dank jullie wel.